protect the wild. The light shall bring victory. Goed, daar gaat hij. Ik kan Iron Dwarf weer niet volgen. Nee. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dat maakt het extra spannend. Goed, we hebben dus de snelle druid tegen de Dragon Priest. En ik denk dat ik het voordeel hier moet geven aan de Dragon Priest. Ook al heeft hij niet echt bepaald een lekkere hand. Vader's Chosen, nee, je kan die ook niet gebruiken. En hij heeft maar één dragon vast. Dus als hij in beeld 3 die Twilight Guardian wil coinen, dan krijgt hij geen taunt. Goed, ze spelen dus voor de hoofdprijs. Status pack van Heroes of the Storm. Oh, Fiola is op het bord. Ik denk dat hij wel voor de Shadow of Pain gaat, en inderdaad. Goed, Arndorf is aan de beurt. Vierde beurt. We kunnen zijn hand niet zien. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Oh, wauw. En hij heeft en Lightbane en Darkbane in zijn hand gehad. Zeg maar lekker aan, weer geen dragon hier voor GVR. Dit is gewoon super vervelend. Tja, wat doe je daaraan? Hij speelt hem toch, ja, hij heeft board presence nodig. Eens kijken of hij Mark of the Wild heeft. Arndorf heeft de Mark of the Wild. En de 3 damage gaat naar de. Oh, op de draak. En ik kan hier goed treden. Maar in principe komt GVR hier vrij goed weg, omdat hij de Shadow of Death vast heeft. En daar is de draak die hij zorgt. Ik wil toch graag die hand van Iron Wolf zien. Ik probeer het gewoon nog één keer. Living Roots hier. Met extra value van Ansel Drake. Sterke combinatie. Oeh, wat gaat hier gebeuren? Denkt GVR hier aan coinen en chillmo? Ik zal verrast zijn. Blackwing Corruptor lijkt me hier meer op zijn plaats. Maar we zullen zien waar hij aan denkt. En wat hij gaat doen. Goed, voor de mensen die net binnenkomen, volg gewoon de stream Messicast. Krijg je een mailtje als ik online ben. We hebben ook Twitter en Facebook. En dan kunnen we elkaar een beetje in de gaten houden.
vast. Een swipe voor 5. En hij heeft geen draak vast, dus de Death Rattle gaat niet af. Ik geef je eigenlijk niet echt een moment kunnen vinden in deze game om wat te doen. Hier ook weer geen draak, hij heeft geen synergie met zijn sterke kaarten. Moet hier een lightbomb forceren. Ja, dat is niet geweldig natuurlijk. Maar hij kan niet anders. Oh. Oh. Hij heeft hem te pakken. Oh, double savage raar. Ja, daar doe je helemaal niks aan. Out of damage. Voor GVR en Iron Dwarf komt in die finale met 1-0 voor te staan. Goed, ik hoop dat ze snel doorgaan naar de volgende game. Ik ben erg benieuwd hoe dit afloopt. Goed, de spelers maken zich wel klaar voor de volgende partij. Iron Dwarf staat met 1-0 voor. Iron Dwarf heeft ook even opnieuw ingelogd. Zodat we hopen dat we hem kunnen zien. Oké, ze zijn weer begonnen. Goed. GVR blijft bij zijn Dragon Priest. En Iron Dwarf is verder gegaan met de Hunter. En wat hij mij verteld heeft, is dat het een midrange is. Hier ook weer GVR geen synergy met de draken. En nu kunnen we de hand ook van Iron Dwarf zien, dat is mooi. Ja, de vraag is welke secret zal hij spelen. Hij kan hier wel Twilight Whelp spelen. Ik ga nog lekker voor een kaarsje. Oh, mooi chillmouw. Watching that live.
Explosive trap. Meteen het protest hier van Iron Dwarf. Geweldig. Het lijkt erop dat een Iron Dwarf meer een hybrid speelt. Of wel bepaalde verrassingen nog heeft. Het is toch te zien. De spelers die het verste komen hebben meestal een gemixt deck. Hier ook wel. Ook hier ook een Iron Dwarf die Arcane Golem erin heeft gemixt. En hij kan nou damage gaan delen. Echter, GVR zal wel graag een taunt willen. Oh, daar komt hij. Trash talk is aan. Geen makkelijke beurt hier voor GVR, maar een belangrijke. Daar is de taunt, he needed, ja. Oh, dat kan hij goed gebruiken. En hij speelt het ook uitstekend uit. Och! Ook goed dat hij eerst met zijn bloed het Shredder ingaat. Want voor hetzelfde geld komt daar gewoon een Flametongue Totemite of een Direwolf Alpha. En dan kan hij ontzettend veel damage in één keer doen. Dus niet met Huffer erin, nee, eerst met de Piloted Shredder. En die Huffer gaat veel damage doen. Krijgt nog een ronde om aan te vallen. En dan ziet het er meestal niet zo goed uit voor de tegenstander. Dus gauw je met je midrange hunter of je face hunter twee keer kan aanvallen met Huffer, dan ziet het er goed uit. Goed, mooie decision making hier om de mana rate in leven te laten. Hij heeft er blijkbaar niet zoveel last van. Nu daarentegen Iron Dwarf wel, want hij wil zijn Sylvanas natuurlijk droppen. Ja, treed hem weg. Gaat voor de Sylvanas. Meerdere opties hier weer mogelijk voor GVR. Dat is interessant. Echter heeft Iron Dwarf zoveel damage vast. Twee kill commands. Hij kan nou wel een mooie lethal opzetten voor volgende beurt met de Arcane Golem en de Kill Command. Dat is precies ook wat hij gaat doen. Gaat hij doen? Nee, hij kiest voor de Mad Scientist. Ja, 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 dit is echt uitermate goed uitgekiend. Hij weet dat hij een beest over gaat houden, kan dubbel Kill Commanden en heeft nog een Silence. Goed opgezet hier. Meestal zie je dit niet aankomen. Het is moeilijk om uit te lezen. En nu komt de Holy Nova. Moet Iron Dwarf toch even wachten nog. Voordat hij de winst binnen gaat slepen. Geen secrets meer. Hij is ontzettend dichtbij hier bij de 2-0. Maar deze beurt zal veel verraden. Van Iron Dwarf. Eens kijken of het mogelijk wordt gemaakt nu voor GVR of hij kan lezen dat er twee kill commands aan de hand zijn. Want hij komt eigenlijk mana tekort, dus hij zal zijn hero power hier gebruiken. Hero power, abusive sergeant is de play hier.
ook de mensen hier in de zaal zijn wat verwacht hoe dit gespeeld moet worden. Sommige spelers zien het helemaal goed dat Arendorf eigenlijk te weinig mana heeft. Maar als hij hier een play maakt van Abusive Sergeant en Deadly Shot, dan moet er bij GVR een lampje gaan branden van of hij heeft een bepaalde combinatie met Knife Juggler en Lose the Hounds. Maar ja, die kun je op dit bord perfect spelen. Of hij pakt, of hij heeft de Double Kill Command. Maar de vraag is van ja, wat ga je zien? Want Double Kill Command kun je niet ontwijken. En er is geen heal aan de hand van de GVR. Maar Arendorf gaat hij toch voor de Earl. Hij roept weer zoveel in Kill Command. En we zien dat de Earl verdwenen is. En nu moet hij dadelijk een beest rapen om te winnen. Of is hij precies dood? Nee, hij is precies dood. Helemaal over het hoofd gezien, zeg. Nee, ik kon hem niet meer winnen. 1-1. Goh, hou mij nou kletsen, zeg. Goed, maar ja, het is natuurlijk niet de eerste game die we vandaag streamen. Het begint ook later te worden. Het is inmiddels 8 uur, dus we zijn al een behoorlijke tijd bezig. Goed, midrange hunter tegen de paladin. De opening is het belangrijkste hier. Deze hand is totaal niet goed van GVR. Dus kijken wat hij wil houden. Ik denk dat hij liever iets had gehad met Zombie Joe en Shield Minibot. Oh boy. That's a disaster. Arendorf daarentegen heeft een mooie curve. Ja, dat is. Wauw, hij coint hier een van token om dadelijk te treden. Arendorf kan hier weer meerdere kanten op gaan. Ik denk dat hij wel voor de Mad Scientist gaat, juist ja. En dan wil gaan treden. De beurt daarna kan die Abusive Sergeant gooien en Hero Power, of hij gaat voor elke animal companion net wat hij wil. Het is gewoon vervelend dat GVR die coin heeft moeten gebruiken. Dat is gewoon kloot in deze situatie. Dat is wel een mooie draw trouwens. Maar ook weer een 4 drop. Slechte openingshand is waarschijnlijk het probleem wat hem de das om gaat doen. Ja, opgevolgd met Adam Campion Huffer? Nee. Leok. Weer een concentration. Moeten we gewoon een Big Game Hunter neerpleuren om iets op het bord te krijgen. Ja, dit is gewoon een uitstekend bord zo. Goed dat GVR hier wel kan antwoorden met een concentration. Maar dan nog, hij krijgt veel damage. Een dik healbot zou hier echt onmisbaar zijn. Abusive. Moet je kijken, dan speel je het goed uit en dan krijg je toch nog 9 damage. 11 damage, 12 damage. Oh, hij kan nou de bot gooien en daarna voor de combo gaan. Maar hij gaat voor de concentration. 2 heeft hij er vast, ja, dat zie je niet aankomen. Arendorf nam gewoon het risico. Toch kan hij hier goed door blijven damagen. Was ook weer exact in die mana curve van hem. Steeds zijn mana goed. En nu zal het erom spannen. Tick Healbot kan hem weer op 15 zetten. Leeft hij weer een beurt. Oh, dat is een mooie. Heeft hij Liesel hier 10, 15 damage. Hij heeft hem. Realiseert hij het zich.
Arcane Golem. Zie ik dat goed? Ja. 10 damage van de minions, 5 van de kill combat met de beast, dus hij is binnen. Precies wat hij nodig had. Irondwarf moest het even laten bezinken. Mist die Lethal? Hij mist Lethal! Oh god. Hij mist Lethal. Nou, in principe had het niet veel uitgemaakt. Ook voor de spelers wordt het wat later. De mensen in de zaal reageren wat verward. Maar, klein applausje. Goed. Als ik goed geteld heb, is het nou 2-1, toch? Of niet? Ja. Nou, hij staat op matchpoint en maakt de kans op de schitterende prijs. Ik kan het helaas niet meer zien omdat mijn camera kapot is gegaan, geloof ik, in mijn laptop. Maar ze besluiten meteen door te spelen. Ik heb zo'n gevoel dat dit de laatste game wordt. Want Iron Dwarf heeft zijn trademark. De Fel Reaver is echt de kaart waar hij heel veel games mee heeft gewonnen. En we zullen zien hoe dit zich gaat uitpakken. Eens kijken hoe hij bepaalde kaarten kan combineren. Speel in elk toernooi altijd wel iets van Mac, of Mac Shaman of Mac Mage. Even kijken wat GVR hier kan doen. Het zal wel een beetje balen dat hij weer tegen een redelijk snel deck speelt. Ja, ik ga meteen coinen. Daar komt hij goed weg. Gelukje heeft Iron Dwarf nou. Dubbel Fireball ook weer, net zoals Dubbel Kill Command. Dat zijn gewoon dingen die zie je niet aankomen. Deze game zal niet al te lang duren, denk ik. Hier ook weer, GVR moet geforceerd die Big Game Hunter opgooien. Dat is niet de lekkerste play. Kan wel een beurt 4. Heeft hij meerdere keuzes. Ik denk ook dat dit weer getraind gaat worden. Interessant ook dat hij zijn 2-2 erin gooit. Hij wil een beetje concentration proof blijven. Ja. Pilot Shredder, prima keuze. Leuke combinaties hier voor GVR. Arendorf heeft alleen nog een gaatje in de volgende beurt. Dus kijken wat hij bijraadt. Als hij een goede draw heeft, dan ziet het er goed uit. Maar hij zat wel op moeten vullen. Beurt 7 wordt Dr. Boom, dan Double Fireball. Oké, dat is niet het slechtste draw die je kan hebben. Het ziet er nog redelijk goed uit. De GVR moet hier knokken. Meevallertje voor Iron Dwarf hier. Eens kijken of hij ook zijn plating gaat gebruiken. Ja, die gaat op de golem. Ah, dit is ook weer een draw waar hij niet veel aan heeft. Nu kan hij wel een mooi bord opbouwen. Maar zo gauw GVR op 12 komt te staan, is het voorbij en dan wordt hij afgefakt. Oh, daar is zijn trademark. De Fel Reaver gaat hem spelen. Hij gaat er gewoon voor. Hij kiest Fel Reaver boven Dr. Boom. Holy smoke. Hij kiest een trademark boven Dr. Boom.
Hij weet gewoon, ja, als je er niet van afkomt, dan heb je een probleem. Maar GVR speelt de Equality in zijn beurt. Oh, en zijn tweede vuilrief is ook weg. Oh boy, hij burnt hier heel veel. Blinktron! Low tap, allemaal dikke spels gaan eruit. Hoeveel kaarten heeft hij nog? 10. 10 kaarten tegen 19 kaarten. Maar daar is Dr. Boom. Oh, hij is zo ontzettend dik bij. Die dubbel fireball zit niemand. Oh, en die dubbel fireball zit niemand aankomen. Maar daar komt echt die killbot. Eens kijken of GVR zich realiseert. Maar nee, hij kiest voor Quartermaster hier. En hij moet gaan traden. Gigantisch bord ook hier weer. Hè? 9, 12, 13, 14, 15 damage kan hij hier doen. Nou, ik kan de tikken goed uitdelen. Twee goede bots trouwens. Wat een value play hier van GVR. Dat hij de Quartermaster zo goed kon gebruiken. Hartstikke mooi voor hem. Tja, en eigenlijk die twee fireballs zijn eigenlijk tot nu toe nog dode kaarten geweest. De vraag is van, ja, ga je hier wat fireballen? Of ga je toch geduldig zijn? Hij gaat het pingen, hij zet, kijk eens hier hoe mooi hij de hier lethal opzet. Ping to the face. Eens kijken of GVR zich dat realiseert. Oei, die True Silver. Zal hij zich hier realiseren dat hij eraan gaat? En dat doet hij, want hij speelt de antieke heel wat. Nou is hij 8 damage off. Het kan nog wel, er is absoluut nog hoop. Frustrerend kan dat zijn voor Arwendorf, want hij was zo dichtbij. Volgens mij kan die starter pack van Heroes of the Storm kan die ruiken. Ja, nu is het decision maker. Hij gaat nadenken van, goh, moet ik een fireball hier gaan spenderen aan het een of ander, of moet ik het vasthouden om hem toch af te branden. Het ziet eruit dat hij toch gaat proberen om iets van boven wat terug te krijgen. Maar dit stadium van het spel. Oh. Is dat heel lastig tegen de Paladin. Ja, Dr. Boom is natuurlijk een heerlijke drop hier aan hem. Ja. Nee, no way out. Voor Iron Dwarf. Er is geen manier meer waarop je daar kan winnen en een fireball zichzelf dubbel, waarom ook niet. Heeft ze toch nog kunnen gebruiken. Goed, gaan we toch nog naar een vijfde game. En ik zie ook dat de jongens wat weer een pauze willen. Dus we gaan heel even kort weer een muziekje opzetten. Ik ga ook even mijn spieren stretchen. Tot zo.
Goed. Het staat nu 2-2. We gaan de laatste game in. De winnaar hiervan is de kampioen van de vijfde Fireside in Amsterdam. En wint de status pack van Heroes of the Storm. En Iron Dwarf zit in een goed pakket hier. Want Magmage is goed tegen de Bittrex Hunter. Dus het zal moeilijk worden voor GVR om hier wat aan te gaan doen. Maar we gaan niet op zaken vooruit lopen. Ik ben benieuwd. Kijk, hoe opent die? Met de Aspirant of gaat hij dus een Hero Power doen? Hero Power pakt hij, oké. McWhopper. Heeft hij eigenlijk nog een mooi kaartje nodig voor een, de derde beurt? En die pakt hij ook nog. Hij kan voor 3 nou de Shredder spelen. Hij prefereert de Frostbolt. Hij blijft de Droed afremmen. Hij weet welke moves hij moet maken. Maakt hier volledig gebruik ook weer van zijn mana. En GVR moet eigenlijk een beurtje overslaan. Hij kan de Living Roots gooien en de Hero Power. Maar die McWhopper die blijft leven. En er komt gewoon een 8-8 aan in de vierde beurt. En die Felreaver is heel goed tegen de Droed. Want de Droed heeft vaak wat duurdere spels. Komt hij weer, Felreaver. To seal the deal. Iron Dwarf ruikt hier de overwinning, want er is niet echt iets waar GVR mee kan dealen hier. Gooi zijn Shredder op. Daar gaan we burnen. Felreaver, Kogmaster en Fireball. Oei, dat had hij liever anders gezien. Oh, wauw. Hij blijft echt tempo houden. Hij kiest hier ook niet voor de Sky Golem. Gigantische beest. Die treedt ook eigenlijk te makkelijk weg tegen de Shredder. Nou, dit is zo ontzettend veel damage. Een 8-8 in de vierde beurt. Kom daar maar eens van af. Dr. Boom is ook weg. Oh jee, hij moet het niet afmaken met de Felreaver. Hoe gaat hij dit doen? Kijken of hij goed kan raken. Ja. Kan zijn McWhopper inleveren en dan op 2 zetten. Doet ontzettend veel damage hier. Het ziet er nou uit dat hij kampioen gaat worden voor de eerste keer. Met zijn eigen trademark en stijl. Iron Dwarf ruikt de starterpack van Hero of the Storm. Wat kan GVR hier nog doen? Hoop op de Doomsday natuurlijk, dat kan hij doen. Nee, dat is niet het antwoord. Je komt gewoon niet van die griever af. Wat een kaart is dit ook. Ongelooflijk. Nog een keer goed kijken, kan ik echt niks doen. Probeer een kaars te rapen. Nee, het zit er niet meer in. Ja, we hebben een kampioen. Nou, gefeliciteerd Arndorf met de overwinning.